India is op weg naar het heroveren van haar plek op het wereldtoneel. Dit was een van de markante uitspraken van de nieuwbakken ambassadeur van India, Subhash Prasad Gupta. Vanmorgen tijdens de viering van 78e onafhankelijkheidsdag van India op de Indiase ambassade. De diplomaat geeft aan dat India de afgelopen jaren een van de snelst groeiende economieën heeft. From 2021 to 2024, India has been among the fastest growing major economies with an average growth rate of 8% annually. This has not only put more money in the hands of the people, it has also drastically reduced the numbers of people living below the poverty line. Gupta zei verder dat de snelle economische groei zijn land India een hogere standplaats heeft gegund op de wereldmarkt. India has consolidated its role as a voice of the global south. India intends to use its influential position to expand the scope of world peace and prosperity. Mere pyare deshvasiyo, we must remember the words of Dr. Bhimrao Ambedkar, the architect of our constitution. He had rightly said, and I quote, we must make our political democracy a social democracy as well. Political democracy cannot last unless there lies at the base of its social democracy, unquote.